Gasten straks bij Frank zijn Gunter Schepers, Herman Brusselmans en ook Nicola Lombaerts van A-Agent. We hebben zitten kijken naar een hele flauwe eerste helft. Ja, vooral van club, omdat je van club meer verwacht. Cercle heeft zich geweerd met de middelen die ze hebben. Ze hebben alles geprobeerd, maar ze missen toch vooraan wat stootkracht. Missen daar iemand vooraan met wat body en wat vernuft om de kansen die er... Ja, ze hebben talent wel genoeg, inzaten. Maar ja, veel geblesseerd. En ja, dat is het probleem bij En de Kelver is niet echt de type spits. Is meer iemand die van de zijkant moet kunnen komen. De lopende spits. En moet een beetje tegen zijn natuur daar wel echt diep gaan spelen. Oké, okay, we pakken de zeldzame hoogtepunten uit de eerste helft erbij. Nou, het was Cercle dat vooral in het begin met vrij veel volk naar voren kwam. Nioni met een hele goede voorzet. Rond Priske vindt Boy. En die legt die bal terug. Maar bij Brugge staan ze centraal achterin op... Net altijd wel goed opgesteld. Dan Balaban. Zijn eerste had hij in de tweede ring getrapt. Deze probeert hij de verste paal van Andriessen lost. En dan Vermant, afstandsschot, net naast. Echt werk voor de keepers. Zagen we heel weinig. En dan balverlies Koendaarden. Hier zit wat in. 3-3. Als je het bekijkt, Boy naar binnen. Heel ver uit zijn doel. Stijnen, we zien hem hier staan. Een goed lopje had aangewezen geweest en dan Balaban. Hij komt altijd wel ietsje dichter. Het zal ooit wel eens raak zijn. Alhoewel, de laatste die hij mocht trappen, gaf hij dan toch maar voor. En dan Priske kijkt eerst even of hij buiten spel staat. En zijn paas is dan net iets te ver. Mooie beweging nog van Salou. De meest bedrijvige misschien wel bij Brugge. Maar Van den Driessen zit er, ja, steekt er een voetje voor. Maar veel was er eigenlijk niet te zien. Hè? Nee, je wil het nog even hebben over Cercle Brugge. En ja, altijd net niet hè, bij Cercle. Het geldt ook voor club, maar laten we het over Cercle even hebben. Maar vooral omdat zij met een groter hart en ze proberen wel. En kijk, als we het hier zien, met veel volk kwamen ze. Met goed voetbal over de grond en dan ook veel via de flanken. En daar hier komt de paas. En altijd net achter de man. Hier achter Birger Maartens, de Kelver. En dan met heel veel volk. Kijk maar, hier is de linksbuiten, Nioni. En daar komt de counter. En toch even kijken waar Boy zit. Die moet straks de kans gaan krijgen. En dit is de diepste man. De Kelver die moet even terug om die bal op te halen. En dan loopt Nioni goed. En dan is er eigenlijk hier wel ruimte voor deze man. Als deze paas goed komt in de rug, ja, dan is er toch wel een mogelijkheid. Alleen Van der Lanwotte, dat is deze centrale man, die doet daar een heel goede actie. Snel, atletisch, zoals we hem wel kennen. En wordt veel gezegd over het centrale duo. Bij Brugge, maar vandaag staan ze toch altijd weer net op het goede moment. Ook weer goed uitgespeeld. Hier komt ook weer de cross. En hier zet de Kelver vroeger aan dan Maartens. Centraal zien we hier. Maar dan is Maartens dan toch nog op tijd terug om te koppen. Het is, ja, ze proberen wel, ze komen met veel via de flank zoals het moet. Maar ze missen daar altijd net iemand centraal voor doel om er toch nog iets van te maken. Oké, okay, dankjewel Wim voor je analyse. Sinds 1975 spelen zowel Cercle als de club hun thuiswedstrijden hier in dit stadion. Vroeger speelde Club Brugge op de Klokken. Cercle Brugge speelde in het Edgar de Smet stadion. We zijn eens gaan kijken wat er nu nog overblijft van die oude stadions. Onze gidsen waren Club Monument Fons Bastijns en Cercle speler van de eeuw Julien Verriest. Dat is nog het enige dat overgebleven is. En natuurlijk die mooie herinneringen van het verleden. Hè. Ja, het is platsoen geworden. Hè. Dus vroeger was het stadion, Edgard de Smet stadion. En ja, het platsoentje hebben ze nu van gemaakt. Het is allemaal weg. He. De ingang dat moet daar naast het café geweest zijn. En daar stond in feite ook een boog waarop dat stond Royal Football Club Rugeois, dacht ik. Maar dat is ook verdwenen. Ja, dat vind ik wel spijtig. Bij de Cercle hebben ze dat laten staan en bij de club hebben ze dat weggedaan. Het veld betreden, dat was ongeveer het middenpunt. Dus
wat te doen daar. Daar de lange kant, daar die tribuntjes, heel beperkte tribuntjes, zijn dan die oude platen. Dus dat was het café. Daar moesten we binnenkomen. Dat kwam uit aan de achterkant van de speelkop. Dus hier was de hoofdtribune. Dus dat moet ongeveer daar in die woning, in de woonkamer, moet dat middenstip liggen. Ik had hier enorme mooie herinneringen. Ik zag aan die derbies dat er was. Stel je voor dat hier de zijlijn was, maar de mensen zaten tot op een meter. Hè. Er werd een piketje geslagen en met een koord rond het heel het veld. Maar ik zag, er was zelfs problemen voor een hoekschop te nemen. Ze die bal hadden hier in de stad. Ik kon ongeveer maar een meter in alo pakken, want dan was toch een beetje die mensen een beetje aan de kant. Hup, die kon je koord nemen. Dat was... Ga maar een keer kijken. Allee. Vandaag hier te komen, dat doet me toch wat. Ik ben nou zo direct geen gevoelsmens, maar ik krijg daar zo een goed gevoel van binnen. Is waar? Dat gebouw daar, dat zou wel kunnen dat dat ook bij het stadion hoorde. Ik denk dat we dan vroeger uitbetaald werden. In het begin werd er nog geen cash uitbetaald. Hè? En dan moest hem daar één keer in de maand passeren, denk ik. Ja, ik ben niet 100% zeker. Hè. Dat was zogezegd het bureautje. Hier gaan we de tos doen, Fons. Ja, maar nog verschillende keer de tos doen ook. Hè. Ik ken de Fons ook, kapitein. Dat Fons. Ja, nou, wat rakker. Hoe was het, jongen? Een goed ding. En is dat er een beetje gewoon hebben toe? Ach, dat was ploeter, nee. Was ploeter? Ploeter, ja. Geen gras. En die neghand, die. Oh, maar nee, dat was... er niet maar nee. Maar ik had altijd gezien dat ze... Dat is weg. Weet je wie dat er gaat doen? Hier staat dat nog, hè? Ja. Een ploeg met standingen, dat is, ja... Ja, daar is misschien iets van, ja. Dat is lelijk, hè. Ja, elkaar wat plagen, dat gaat er natuurlijk nooit uit. En die Julien Verist is verkozen door de supporters van Cercle Brugge tot de speler van de eeuw. En hij komt ook kijken naar elke thuismatch van Cercle Brugge. Daar is hij trouwens, Julien Verist. Het gaat goed met hem, kijk. Ja, absoluut. Laat nog even hebben over die eerste helft. Het was niet goed. Dan vervolg. Wat moet er gebeuren? Wat kan er gebeuren? Ik denk dat Cercle zal blij zijn met het punt. Ja, gaan ze het volhouden, want ze hebben veel verbruikt. Maar Brugge is nog nooit in vijfde versnelling geraakt. Hoogstens derde, denk ik. Dus als zij wat sneller, wat beter gaan voetballen, dan moeten ze wel het verschil kunnen maken. Alleen vraag ik me af, kunnen ze het vanavond? Want het was allemaal wat laks, het was allemaal wat weinig. Het was allemaal wat zonder blonde. Want ook Van Heerden, die op zijn positie speelde en eigenlijk hetzelfde soort vinnige voetballertje is, brengt vandaag ook niet wat hij vorige week bracht. Misschien ontploffen ze nog wel, maar we zitten een beetje te kijken naar Brussels. Ja, van Anderlecht van vorige week, waar Brussels ook heel veel probeert en met een groot hart speelt, maar onmondig is voor doel, net als Cercle vandaag. En waar één flits van de sterkste ploeg, vorige week was dat Anderlecht en was dat Cité. En vandaag wordt dat Salou, wordt dat Balaban. Het is wachten. Daar Lutin, samen met Frankie van der Elst, dat zou er kunnen op wijzen dat de jonge Waal toch zou kunnen invallen. We gaan even naar beneden voor een interview. We willen weten wat er gezegd is in de kleedkamer bij Cercle Brugge. We staan bij Ronnie de Smet, assistent van Harman Veldhoven. Wat hebben jullie gezegd tegen de spelers in de kleedkamer? In eerste en vooral, ze verplicht zijn voor die druk zo hoog mogelijk te houden op de verdedigers van Club Brugge. We moeten absoluut beletten dat ze een dubbele flank kunnen creëren. Want dan gaan we zeker in een probleem komen achterin. Omdat op het middenveld niet op een bepaald moment iets zeker met Van Heerden, iets te veel vrijheid gaf. Omdat ze dan ook die centrale band kunnen inspelen op Salou. Die kan perfect wegdraaien. En Balleman zei dat bijna altijd in de rug. Daar moet nog wel voor opletten. Voornaamste punt.
punt is, die organisatie bewaren. En zeker en vooral die druk op de verdedigers proberen te houden. En de nul houden. En zeker de nul houden, maar op het moment dat we dat perfect kunnen uitvoeren, gaan we zeker de nul houden. En dan verlies je niet vooraan. Merken jullie ook natuurlijk dat u wat tekort komt met alleen de Kelver voorin? Hij is niet echt een diepe spits. Nee, maar het is natuurlijk ook zo. We hebben geen andere keuze meer. Op het moment dat je Stijn de Smet, de Zutter, en op het moment dat ook Darko Pivalovic nu nog afraakt voor de wedstrijd, ja, dan is er niet veel, blijft er niet veel meer over. En we weten ook, Dieter is niet die balvaste spits. Dieter is eigenlijk meer de man die moet in de ruimte gaan. Maar dat is natuurlijk, hij zit altijd tussen die twee centrale verdedigers. Dat is zeer moeilijk voor hem. Maar er is momenteel geen andere keuze. Nee, inderdaad. Maar jullie spelen wel met een groot hart ook een paar leuke dingen laten zien. Alleen jammer genoeg, geen kansen. Stijn heeft nog geen bal moeten pakken. Ja, dat klopt. Maar wat hebben we natuurlijk ook gezien. Op een bepaald moment, op het moment dat Slovic de bal perfect doorgeeft, hij heeft die kans voor dat sneller te doen naar Mutavdic, dan komt hij toch waarschijnlijk alleen in de 16 meter. En in zo'n wedstrijd tegen Club Brugge moet je veel geen kansen krijgen, maar de kans moet je gewoon afmaken. En daar sta je 0 voor. Komen er wissels? Momenteel nog niet. Dankjewel. Succes. Deze voetbalafspraak vanaf januari enkel nog op 11, de voetbalzender van Belgacom TV. Ja, voorlopig dus nog geen wissels bij Cercle Brugge. We horen meteen ook wel of club gaat wisselen. Die Benjamin Lutin zou er wel eens kunnen inkomen, de rechtsachter. En dan is het heel jammer voor Olivier de Kok dat hij nu net niet fit is om te spelen. Het is ook zo dat de Kok weg mag. Moet eigenlijk van club. Al heeft hij nog een contract lopen voor anderhalf jaar. Kevin Roelands die moet ook vertrekken. Hier van de technische staf. Ja. En van de sportleider. Was dat is ook een groot talent. Was de Kok echt niet fit? Of is het gewoon omdat ze hem al gezegd hebben dat hij weg moet? Dat ze misschien die jonge Lutin erbij pakken? En dan zou je het maar zien. Priske staat er nog altijd op. Maar er waren toch wel duidelijke instructies van Frankie van der Elst, zagen we voor Lutin. En Lodel mag gaan zitten op de bank, dus er zijn ook niet onmiddellijk plannen om hem in te brengen. Even de statistieken er nog bij halen. In de laatste 27 thuismatchen tegen Club Brugge slaagde Cercle er nooit in om de nul te houden. Dat is in principe... Komt er nog wel wat van club? Dat ligt ook in de lijn van de verwachtingen. Dat zijn ze ook verplicht aan de supporters en aan zichzelf. Als ze tenminste een rustige kerst willen. Want als ze hier maar een punt pakken, dan gaat de Gent als derde de winterstop in. Met punt meer dan club. Maar zover zijn we nog niet. We zijn klaar voor de tweede helft en we hopen dat het beter gaat dan in de eerste. Dat wensen we u thuis ook. Ook een boeiende tweede. De eerste was niet boeiend. Nee. Dat hebben we gehad. Even de oortjes testen. Het werkt allemaal. Vorige week werkte het niet. Hier in Brugge. Maar nu wel. Scherp van Lamouette. Vianen. Boy, niet goed geraakt. Is ook vooral rechtsvoetig. De club moet vooral proberen om het tempo in de hoogte te krijgen. Zo kunnen ze Cercle verder afmatten. Is het verschil maken met combinaties. Sportief van Vermand. Die de bal buiten trapt. Slovic geraakt. Door Van der Lanouet op de enkel. Had hij die bal meegegeven aan Mutavdic, dan was hij alleen voor Stijnen gekomen. Of op het goede moment meegegeven, zei Ronnie de Smet. Mutavdic deed een sprint van 80 meter. En ik kreeg hem dan op het slechte moment, waardoor er nog iemand van Brugge tussen zat. Van club dan tussen zat. Want bij Cercle zeggen ze, als je over Brugge spreekt, dan is het Cercle.
Dus we moeten club zeggen. Maar het was inderdaad een mogelijkheid. Maar het is altijd net niet bij Cercle als ze in de buurt van Steyning komen. Ja, Cercle is ook geen club, dat is een vereniging. Daar staan ze op. Krosdenovic mag gooien. Daar in beweging. Salou komt hem halen. Krosdenovic. Salou opnieuw. Bal kwijt. Van Heerde. Breed. Risicovol. Mat. Daar mag het allemaal. Op het moment dat het wat dieper gaat, is het een probleem. Daden is vrij. Krijgt de bal nu. Combineren met Balaban. Balaban laat zich vallen. En de kaart voor Balaban. Omdat hij zich liet vallen. Van den Bussche hield zich in. Schwalbe van Balaban. Ja, zet nog eerst dat rechterbeen neer en gaat dan liggen. Hij was nog niet in de 16, dus probeert nog in die 16 te geraken. Hoe zegt hij tegen Ameir? Je hebt al elke keer gefloten als ik op de grond lag. En nu weer, maar nu verkeerd. Van den Bussche raakt niks. Dat is het beste beeld dit. Ja. Maar het was al heel duidelijk natuurlijk. Ik kan maar proberen. Van den Bussche. Probeert hij straks nog eens, als het niks is, en riskeert hij een tweede geel. Want dat zit er natuurlijk zodanig in gebakken bij zo'n soort spelers. Balaban bijna tussendoor Vianen, goed opgelet. Mooi. Dat was de Kelver, die spurte. En die een overtreding tegenkrijgt op aangeven van de lijnrechter, dan is er dus een corner voor Cercle. En dit wordt als een overtreding gezien. Hij moet dat ook niet doen. Dieter de Kelver, die handen gebruiken. Slovic. Is Serebrennikov nog niet op niveau? Of op het niveau wat hij wel aan kan? Ja, hij wil graag in Brugge blijven wonen. Hij heeft geen zin om meteen terug naar Oekraïne te gaan. Het contract loopt af op het einde van het jaar, van het seizoen. Salou. Van Heerde. Aangelopen door Serebrennikov. En dus een vrije trap op een interessante plek. Het ziet er naar uit dat we het daar van gaan moeten hebben. Vrij centraal, ietsje meer naar de linkerkant. Ja, dat is ideaal voor een rechtsvoetige. Heeft het liefst, hè, Balaban, zijn lievelingspositie. Mag iets dichter, meter of vijf voor Balaban. Maar vandaar kan hij het ook wel. En vol geconcentreerd, dat zie je. Muur op de juiste afstand. Balaban met de aanloop. Balaban met de trap in de muur. En dan Krosdenovic. Maartens moet even wachten. De muur springt op de arm van Serebrennikov. En Balaban nog niet zoals Ronaldinho. Bewust en er dan maar onder trappen. Omdat ze weten dat die muur toch springt. Misschien voor de volgende keer zijn. Als het wat dichter bij de goal is. De meester heeft het voorgedaan. Hoe het moet. Ronaldinho. Gronda. Slovic. Serebrennikov.
Goed af, Ditsch. De Wulf. Is nogthans het moment om aan klantenbinding te doen, zowel voor Cercle als voor club. Botsing tussen Van Heerden en Serebrennikov. Gefloten door Hamer. De Wulf mag hem nemen. Van zijn 11e tot zijn 20 jaar bij Club Brugge gespeeld. En toch ook zorgen voor Mark de Grijze. Maartens net op tijd erbij. Weer geen hoekschop. Krijgen ze nu weer niet. En de Kelver, ja, die gaat verhaal halen hoor, bij die lijnrechter. Want weet maar al te goed dat hij niet als laatste die bal raakt. En wel Birger Maartens, dat zagen we hier. Ik had het al genoteerd als een hoekschop voor Cercle. Hij krijgt ze. Van Dan Wette. Van Heerde. Ingeleverd bij Gronda. Ja, zo gaan ze ook niet scoren bij Cercle. Ze gaan eens komen. Gronda gaat doorjagen. Ja, Van Veldhoven heeft toch min of meer ingegrepen door de Kelver op die rechterkant te zetten. En Boy diep in de spits. Dat is natuurlijk ook geen diepe spits, maar de Kelver toch gevaarlijker als hij van de zijkant mag komen en op aangeven van de lijnrechter. Hier overtreding gefloten van Grondin. Er was ook eigenlijk niet zoveel aan van de Lanouette. Wel een gestrekt been. Maar we weten dat hij alles fluit. Amer. Nioni. Serebrennikov. Grondin. Goed breed. Vianen. In de Kelver, maar die staat er moederziel alleen. Zo gaat het natuurlijk wel met de hulp van Lanouette. Het is nagelbijten voor Emilio Ferreira. Ja, het maakt echt een wereld van verschil als je hier een goede prestatie neerzet en kan winnen. Ga je met een goed gevoel de winterstop in. Als het niet zou lukken, is het een ander paar mouwen. Heeft hij al deze week al zijn evaluatie gehad van Mark de Grijze. Ze hebben niet gewacht op deze match. En dan heeft hij terugkeer onverwacht van Standaar vorige week toch wel veel sporen nagelaten. Boy. Voorbij Gvozdenovic. Boy nog steeds met de voorzet. Goed. Oh, Nioni niet te missen. Niet te missen die kans door de Zimbabwean. Heeft nog niet gescoord in de Belgische competitie. Ze deden alles goed. Prima gedaan. Goede actie van Boy. Perfecte voorzet. Niet te missen. Maar hij doet het wel. Zoals het moest door Boy. Grote brug rond Gvozdenovic. Geen dekking. Prachtige cross. Nioni voor Priske. Gewoon binnenkant je voet er tegen inzetten. Bal botste nog wel even, maar toch. Die moet je binnen buffelen. Was het moment. Vorige week trof hij ook al eens de lat op Westerlo uit een veel moeilijkere positie. Nu was hij bijna niet te missen. Maar Cercle krijgt hoop. De Wulf. Boy. En Serebrennikov naar binnen. Voorzetten en dan de Kelver buitenspel tegen de paal. Maar er was al gevlacht en gefloten. Dieter de Kelver. Cercle Brugge er twee keer dichtbij na 10 minuten spelen in de tweede helft. De Kelver niet als hier de paas vertrekt. En dan streelt hij die bal, aait hij de bal met de kop. Binnenkant paal. Raakt hem ook nu niet vol genoeg, want als hij die vol raakt gaat hij wel binnen. Maar zou toch afgevlakt geweest zijn, onterecht. Maar wel twee keer groot alarm bij Club Brugge. Ja. En als ze nu niet wakker schieten, zal het niet voor vanavond meer zijn. Balleman. De mand. Ja, er mag niks. Maar terwijl de overtreding te zwaar. Dat ligt ook in de lijn van de beslissingen van de scheidsrechter. De mand raakt geen bal. Maar wel de enkel van Nioni.
Usumusi Prins Nyoni. Opgeleid bij AmaZulu in Zimbabwe. Derde keer in de basis, 22 jaar. Hij had zich hier al onsterfelijk kunnen maken met een beetje zin voor overdrijving. Nou, wel, het is een tijd geleden dat ze gewonnen hebben, stel je voor. Ja, en dan in de derby. Usumusi. Blijkbaar naar de kant. Ja, zwaar geraakt. Ah, daar is Jonathan Blondel. Wat meer tempo, wat meer vechtlust, wat meer engagement. En Yulu Matondo zie ik daar ook zich klaarmaken. Ja, ze moeten wat doen, ze moeten ingrijpen. Vermand terug, Maartens. Ja, want het gaat van kwaad naar erger bij club. We verwachten een veel scherper club in de tweede helft. En het is Serpel dat de wet dicteert. Slovic, vastgehouden door Vermand. Een vrije trap voor Cercle. Ja, zulke duels krijg je altijd. Een armklem uit het judo. We kunnen meer en meer begrip uit het judo toepassen op het voetbal. Slobodan Slovic gaat hem nemen. Een vrije trap. Veel beweging in de 16 meter. Daar is Van den Bussen. En weer een overtreding gefloten. Duwen waarschijnlijk van den Bussen op Salou. Ja. Je raakt elkaar wel eens natuurlijk als je met zoveel in die 16 bent. Blondel moet dus wat vuur brengen bij club. En de man die naar de kant moet is Anglebert. Niet gezien vandaag. Hij speelt nogthans altijd onder Emilio Ferreira. Als hij enigszins fit is, speelt hij. Van Eerde zal naar rechts gaan en Blondel op zijn vertrouwde stek. Daarde. Vozdelovic komt mee. De voorzet van Vozdelovic is niet kwaad. Balaban hangt in de lucht. Mocht voor één keer van Amer. Ook al had hij daar een klimrek voor zich. Ja, goed getimed. Spring iets vroeger dan Mutavdic. En daarom kan Mutavdic niet meer omhoog. Ja, en zet ook zijn elleboog. Ja, en kan Balaban ook wel niet meer goed richten. Omdat hij net iets te hoog moet hangen. Was ook goede dekking van den Bussen achter Van den Driessen. Dat zagen we. En Van den Driessen nog niet te veel ballen moeten pakken. Bijna niks. Daar raakte de bal met de hand. Boy. De Kelver. Nog eens de Kelver. En Vozdenovic. Een beetje op de sukkel. Boy met de voorzet. En weer buitenspel. En Stijnen kwaad omdat die voorzetten allemaal mogen komen van de kant van Vozdenovic. Veel dreiging van op die rechterkant. Nu is het wel buitenspel. Dat zien we hier. En Blondel met een luid fluitconcert begeleid door in zijn intrede door de Servische supporters. En Anglebert dus naar de kant. Hij vervangen door Jonathan Blondel, geblesseerd aan de enkel. Maar moet nu toch proberen de tijd te keren. Jonathan. Hij zei van de week na die kritiek op die tackle dat hij het beestje in zichzelf niet getemd krijgt. Hij wil graag zijn voetje af en toe wat terugtrekken, maar is sterker dan hemzelf. Maar ze hebben hem nodig om het vuur in de ploeg te krijgen. Ja, wat meer snelheid natuurlijk. Anglebert op rechts gevangen door Van Heerden. Daar wat meer snelheid en dan centraal met Blondel. Wat extra vuur, wat extra power. Na een goed seizoen bezig. Hè. Niet vergeten dat hij ook nog wel goed voetbalt. Overtreding weer gefloten, elk duel. Fluit alles. Ja. We vallen in herhaling. We weten het intussen thuis. Boy. Met de voorzet goed van Boy. Ah, Boy. Prima op de rechterkant met ideale voorzetten. Ja, Vozdenovic wordt toch
Keer op keer weggelopen daar op linksachter. Goeie cross. Nu is Nioni niet voor Priske. Wel Priske voor Nioni. Goed verdedigd. En in hoekschop uit de moeilijke positie. En als club een doelpunt zou tegenkrijgen, kunnen ze niet zeggen dat ze niet verwittigd zijn. Slovic mag de hoekschop trappen. De Wulf is mee, centrale verdediger. En daar de goal. Voilà. Hij zit erin. Het is Frederik Boy. Een echte bruggeling. Die scoort van zijn 7 jaar voetbal bij voor Cercle. Dus dit zal hem deugd doen. Het is 1-0 voor Cercle Brugge. En de mannen met de blauwe of met de zwarte en groene sjaals liever. Allemaal op de banken. Het is verdiend. Het is oververdiend op basis van de tweede helft. Goeie hoekschop van Slovic. Hij komt niet eens ingelopen. Hij staat er hoor. Frederik Boy, geen kopbalspecialist. Mooi getimed. Iedereen naar de Wulf. Ook de camera's en van den Bussen. Maar Boy verrast iedereen. Ja, hier gaan we zien. Kijk, staat daar. Komt Boy van de eerste paal. Ja, goed gedaan. Birgit Maartens. Net wist iets te laat. Perfect wat hij deed. Die bal na de eerste paal koppen. Het is zijn derde doelpunt van het seizoen. Daarmee wordt hij mede topschutter. Hij heeft nu evenveel goals als Pivaljevic en de Kelver. En het is wel goed voor de wedstrijd. Want dat betekent dat de club vol aan de bak moet. Als ze hier wat willen halen. Van Cercle de voorlaatste in het klassement. Stel dat ze zouden winnen van Club Brugge, dan is dat wel sensatie zo dicht bij de winterstop. Nou, eens kijken naar de arm van Salou. En het gezicht van Vianen. Maar Club Brugge was absoluut verwittigd. Al een paar keer het alarm groot afgegaan. En 1-0 voor de thuisploeg. Thuisclub mogen we niet zeggen. Nee. Nog eens kijken. Goed gedaan. En Boy, veel vrijheid gegund. Knap. Ze kregen een aantal hoekschoppen niet. Deze was er overduidelijk een weggegeven door Priske. Weggegeven mag je niet stellen, want het was goed verdedigd. Maar als ze dan een hoekschop krijgen, maken ze er wel iets van. Vianen aangeslagen. En we zagen Van Veldhoven na de goal al tegen doen. Rustig, kalm. Zolang Brugge blijft bestaan, zal de Cercle nooit vergaan. Dat is het ideale moment om dit te tonen. En de echte Brugse padel blijft trouw aan haar stad. Hangt er ook nog naast. Allusie op het nieuwe stadion dat in Lophem zou komen, zeker van Club. De Kelver bijna. De Kelver heeft hem, brengt hem nog voor de goal. Bal is over de doellijn geweest en dus een doeltrap. Kelver is het er niet mee eens. Niet de beste vriendjes met de lijnrechter. Misverstand. Te kort teruggekopt door Van der Lanwotte. De Kelver als eerste bij die bal. De bal is niet buiten, natuurlijk niet. Van der Lanwotte was goed terug. Ik ben vooral benieuwd naar de reactie van Club Brugge. Daar zitten we op te wachten. Zij moeten wat tonen. Zij moeten wat forceren. En ze hebben nog tijd. Nog 25 minuten met El Rio van Heerde. Nog even wachten voor je met vakantie mag naar Zuid-Afrika. Ja, ze hebben er met 10, want Vianen nog altijd langs de kant. En dan staat er met zijn rug naartoe. Ze hebben toch oortjes? Nu mag hij. Maartens glijdt onderuit richting Balaban. Blondel. Grondin. Ja, niet vergeten dat Cercle Brugge een hele goede defensie heeft. De vierde beste verdediging hebben ze. Met maar 18 tegendoelpunten. Dat is er eentje minder dan Club nu. Grondin duidelijk op de Achillespees bij Vermand. Ja, dat is niet de eerste keer dat die Grondin zijn voeten laat hangen. Blondel. Met de bedoeling een tempo omhoog te krijgen. Salou van achter zijn man. Ik denk dat Yolo Matondo snel mag komen. Want het loopt niet. En zorgen bij Mark de Grijze. Maar dat een wedstrijd snel kan keren. Ja, maar je voelde het ook aankomen hier. Ze waren verwittigd. Wat was het niet wakker? Ja, we zagen de beweging van Steijnen na nog
De vierde of de vijfde goede voorzet van in de rug van Gvozdenović. Ja, maar ze willen nog maar komen. Nog even een andere statistiek bijhalen. Club Brugge, 9 van de 18 tegengoals op stilliggende ballen. 50% van de tegendoelpunten op stilliggende ballen. Dus ook daar waren ze verwittigd. En dan missen ze daar toch een Clément. Want met hem erbij krijgen ze nauwelijks tegendoelpunten op van die stilliggende ballen. Van den Bussche. Lodel even aangelopen door Boy. Mocht voor één keer van Ameir. Die van Sterkle zullen zeker voetballen tot ze erbij vallen. Daar moet je nu niet aan twijfelen. Salou. Van Heerde goed in één tijd. Geen buitenspel. Voorzet komt. Van den Dries plukt. Bijzonder rustig in zijn goal. Nou, versnelling toch van Club. Goeie paasje tussendoor van Heerde. Cross van Balaban is niet goed. Hier is hij, Yulu Matondo. De cirkel kan maar één fout maken, dat is achteruit kruipen, dat is logisch. Dat ze dat zouden doen. Ja, dat weten ze ook op de bank, want ze zijn daar druk aan het gebaren dat Cercle moet opschuiven. Maar dat is makkelijker gezegd dan ook gedaan. Serieuze tackle van de Kelvin. Het is niet de eerste keer en hij krijgt geel. Het zat er ook aan te komen, dit. Tackle met rechts, buitenkantje rechts, hoort altijd vreselijker dan het meestal is, maar Priske duikt er overheen. Wordt niet veel geraakt, maar het is de intentie. Maar het is te begrijpen. Veel te laat, ja. Maar weert zich natuurlijk enorm. Hij heeft al meer getackeld dan de verdedigers van Club Brugge als spits van Cercle. Club heeft nog dik 20 minuten. Daarden. Boy. De man van de goal. Van de enige goal. En nervositeit op de bank. Wij zeggen ook bij Ronnie de Smet. Ex-Club Brugge ook. En dat het niet loopt, wordt ongeveer elke minuut geïllustreerd. Het was een slechte ingooi, zegt Blondel. Ruzie tussen Gvozdenović en Blondel. En Ferreira komt even tussen. Kwaad als hij is. Ja, je moet niet aan een heel tribune laten zien dat je niet in de fout gaat. Want dat was wat Blondel deed. Kijk, ze zijn ook aan het vloeken. Ja, deze op Liers ook veel. En veel met Blondel. Blijkbaar moeite om dat te aanvaarden. Over dat beestje in hem, dat hij niet getemd krijgt. Slovic. Boy. Weer een voorzet van Boy. De Kelvin raakt hem. Nioni gaat hem halen. Voorzet Nioni hoog. Slovic. En Daarde. Bal kwijt. Model. Ingooi Club. En weer Frederik Boy. Weer zo'n goede cross. Toch de man van de tweede helft hoor. Nu is de Kelvin wel voor Birger Maartens, maar kan hem weer niet vol raken. Blondel. Richting Balaban. Vianen. Niet zuiver. Met de middelen die hij heeft. Van Heerde. En dan gehaakt. Net buiten de 16 meter. De fout was er wel. Van Alexander Mutavdic. En geel ook. Voor de Serviër. Goeie versnelling van Heerde, zoals hij dat kan. En dan is hij weg. Ja, dan moeten ze meer proberen om de flanken door te komen. Dan heeft hij geluk dat hij niet in de 16 is. Net erbuiten. Dan pakt alles mee. En terecht geel. Moeilijke positie voor Cercle om te verdedigen. En de weg is nog lang voor Cercle. Als ze aan het aftellen zijn, dan duurt het nog lang hoor. Daarden loopt erover, Vermand. Balaban. Ingestudeerd nummertje. Voorlopig is het niet zijn avond van Bosco Balaban. Ja, iedereen naar voren en Balaban die terugloopt. We zagen het al een aantal keer.
scoorde er zelfs op, denk ik, op Sint-Truiden. Ja, in de laatste minuut toen. Nu raakt hij zijn eigen standbeen uit een moeilijke positie. Ook op Lierse probeerden ze het. Op hoekschop was het dan. En Van den Driessen moet zich greppen, volgens Hamer. Ballenbal niet tevreden. Lacht alleen maar als hij gescoord heeft. Boy. Van Dan Wette. Nioni. Grondin. Tavdic. Nioni. Het doelpunt heeft Cercle vleugels gegeven. Salou Ibrahim met de inspanning. Stevige tackle van Serebrennikov. Die heeft nog geen geel. En Salou kan prachtig een bal afschermen, zijn lichaam ertussen zetten. Dan komt toch die tackle. En dan pakt hij die twee benen van Salou mee. Kijk een gele kaart overtreding zonder discussie. Hoe hij zich zet, ja, absoluut. Dit mag je geel geven. Vozdenovic en Vermand achter de bal. Vermand voor de goal. Even aangeraakt. Veel mee voor Cercle Brugge. Hoekschop. Dan ga ik hem maar trappen, zegt hij. Balleban achter de bal. Priske mee om te koppen. Daar bij de eerste paal. De Wulf verkeerd op het hoofd. Salou. En Priske niet. Terugleggen. Vermand maakt de bal vrij. Overzicht. Balaban. Voorzet. Goeie voorzet. En dan Priske. En de redding van Van den Driessen. Is de bal over de lijn geweest? Nee. We zeggen van niet. Lijnrechter beweegt ook van geen vin. Stond net aan de twijfelachtig hoor. Twijfelachtig. We krijgen het straks nog wel uitgebreid te zien. Maar Cercle een eerste keer door het oog van de naald hier. Stijnen. En Van den Driessen, die bal al dan niet over de doellijn. Daar krijgen we straks wel uitsluitsel van. Mijn rechter stond alleszins uitstekend geplaatst. En bleef als aan de grond genageld. Want als het doelpunt is, loopt hij naar het midden. Dat deed hij dus niet. Rio van Heerden met de tempoversnelling. Van Heerden nog Vermand in tijd. De Wulf zonder kijken wegtrappen. De Kelver. Goeie actie van Boy. Beste man bij Cercle. Goeie voorzet en nog gescoord ook. Vianen. Een tackle van Koundado op Vianen. Veel heb ik niet geraakt, lijkt het te zeggen. Dat krijgen we te zien. Kijk naar de lijnrechter, schuift goed mee op. Hier komt de kopbal. Van den Driessen niet binnen, nog altijd. Nog altijd langs de paal. Moeilijk te zien op dat beeld. Hier gaan we het beter zien, hoop ik. Langs de paal. Hier botst hij op de grond. Ja, dit is uit een andere camera standpunt. Van den Driessen springt hem een beetje vooruit. Heel discutabel is het. De reactie van Priske natuurlijk. En de reactie van de Cercle supporters achter de goal uiteraard ook. Maar echt definitief uitsluitsel hebben we nog niet echt. Als je supporter bent van de club, dan is die bal altijd binnen. Dat moet ik ook niet uitleggen. Slovic. Cercle weer. Met de Kelver. Nog een kwartier te spelen. En weer tackelen. De Kelver. Wat heeft hij hard gewerkt, zeg. Dennis Vianen komt gooien. Ver, maar ja, er is niet veel volk voor doel meer. Nee. Boy, alles lukt vandaag. Nioni niet. Serebrennikov. De vlag nu in de lucht. Wim, je hebt het beeld op een extra monitor nog eens even terug bekeken. Goal of geen goal? Over de lijn, ja of nee? Het beste beeld hebben we niet. Bij manier van spreken, dit is bij het spel.
Maar voor mij geen doelpunt. Moet er helemaal over en helemaal is echt helemaal. Dus als er ook nog maar een raaklijn is, als je loodrecht naar beneden laat gaan en je raakt nog een beetje lijn, is die bal niet erover. En ik denk dat de lijnrechter het goed gezien had. Ja, we krijgen het straks nog wel eens te zien, zeker en vast in de analyse na de match. En Emilio Ferreira gooit er zo meteen nog een extra aanvaller in. Yuno Matondo komt Koen daar de aflossen. En dat betekent dat de druk op Cercle opgevoerd wordt. 13 minuten en nog wat extra tijd. Balaban weer klaar voor de vrije trap. Vermand staat ook klaar. Balaban met de korte aanloop. Ingestudeerd nummertje van Heerde. Balaban nog steeds. Breed. Voorzet. Beetje ver naar achteren. Boy raakte hem half. Gvozdenovic. Hoekschop. Ja, ze raken nog moeilijk los. Bij Cercle. Het wordt Tutla voor Yuno Matondo komt. Nu staat hij klaar. Vermand mag de hoekschop trappen. Hoekschop nummer 6 is het tegenover 2 voor Cercle. Grondin. Nog een hoekschop. Nummer 7. Aan de tweede paal wil Van den Driessen iemand. En Boy staat daar nu. Balaban van die kant. Gooit hem voor de goal. Dat was de bedoeling te laag. Maartens. Van den Bussen ernaartoe. En Vianen rustig. En voor hem de handen op elkaar. Van den Driessen. We zullen het hem straks wel eens vragen wat hij ervan vindt. Ik denk dat ik het antwoord ken. Die bal over de lijn al dan niet. Hij zal wel zeggen dat die bal niet over de lijn was. Daar nog eens even kijken, dan komt het beeld. Botst hij achter de lijn. Moeilijk, de bal moet helemaal over de lijn zijn. Dat is het, Wim. Ja, en vooral het is een... Ja, het is een hele rechtop natuurlijk, camerastandpunt. Volgens jou geen doelpunt? Volgens mij geen doelpunt. En dus blijft het 1-0 in elk geval. Slovic. Elke seconde winnen telt. Maar het is nog lang. Want kansen voor Club Brugge komen er zeker. Slovic had hem niet goed begrepen. Salou Ibrahim met Blondel op links. Moet even wachten op de bal. Blondel bal kwijt. Slovic. Serebrennikov. Boy. Balaban. Tussen de benen van Gronda en Balaban nog steeds. Blijft op de been. En dan een mislukte Zidane-beweging van Gronda. Cercle gaat nog eens counteren. Slovic naar Boy. De Kelver kiest positie. Miomi komt ook mee. Daar is de kleine Zimbabwean. Bijna tot bij de Kelver die er niet in geloofde. Naar die kopbal van Nioni. Maar zo krijgen we na die goal van Cercle toch nog een wedstrijd. Waarin Club Brugge hard probeert, maar waarin voorlopig niet te veel lukt. En waarin Cercle voor het eerst gaat wisselen. Vianen naar de kant, portier in zijn plaats. Geen makkelijke avond voor Vianen. Ook een tikje gekregen op het hoofd. Zal ook wel meespelen. Yuno Matondo. Spurt met Mutavdic. Weer een hoekschop. Nummer 8. En de druk van Club gaat nog toenemen. Daar zit Julien Verriest centraal in beeld. Cercle legende, levende legende. Speler van de eeuw van groen en zwart. Vermand.
ver van de goal. Salou, bal op aan. En Van den Driessen knijpt die bal bijna plat. Zo graag wil hij hem hebben, zo graag had hij hem klemvast. Ja, nou, hij heeft nog een eitje te pellen met de Kroaten. Eén interland gespeeld voor de Rode Duivels, weet u nog, in het Maximir Stadion in Zagreb. 4-0 verloren. En daar de zwartste avond uit zijn carrière meegemaakt. Balaban zat trouwens toen op de bank in Zagreb. Boy, goed tussen de lijnen. Zuiver tot bij de Kelver. Vianne. Slovic. Is moe. Slobodan Slovic zit er door. Blondel. Weer een tackle van de Kelver. Ja, die moet opletten. Ja, hij heeft al geel. Ja, ja. Veldhoven wil wisselen en is nu kwaad op de vierde scheidsrechter omdat die wissel er niet meteen mag komen. Het spel lag stil, dat gekund. Priske probeert zich door te wringen. Weer een hoekschop. Te makkelijk weggegeven, want Priske werd nog afgeblokt door Moutafdic. De rondijn was al in de tackle. Kon makkelijk die bal meenemen. Te licht gegeven, te licht weggegeven. Vermand, hoekschop nummer 9. Hoog voor de goal. Blondel. Of het is Kvozelovic liever. En de redding van Van den Driessen. Serebrennikov. Martens. Met de arm tegen het lichaam. Die van Cerkelen zagen er handspel in. Martens, de lange bal dan maar. Als Cercle wint is het een vernedering voor Club Brugge. Zoveel is zeker. Zo vlak voor de winterstop. Tegen de op één na laatste in de Brugse derby. En dan gaan ze op vakantie met 1-6. Het zou historisch zijn voor Cercle. De eerste zege in de derby in 13 jaar en een half. Ja, in het seizoen 92-93 won Cercle 2 keer van Club Brugge in de competitie. Thuis met 3-1, 3 goals van Weber en ook uit met 1-3. Daar is de aangekondigde wissel. Portier komt erin in de plaats van de aanvoerder Dennis Vianne. Nog eens die. Dat schot van Gvozdenovic. Slovic dus aan de andere kant. Maar. Slovic nog. Serebrennikov ineens. Het was uitstekend wat de Oekraïner deed. Deed wat hij moest doen, die bal meteen voorbrengen. Ja, mooi hoor van Slovic en ook van Serebrennikov. Goed verdedigd. De Kelver weer net niet. Omdat Van der Lanouette naar een voet voorsteekt. Ingooi Portier. Slovic. Portier de voorzet. Beetje laag. Slovic houdt hem binnen. Boy. Die wil graag tijd winnen. Van der Lanouette niet helemaal. Boy. Weer met dat tikje. Hij heeft goede voeten, Frederik Boy. Nog 5 minuten en wat extra tijd. Het moet snel voor Club Brugge. De Wulf verkeerd op zijn hoofd. Tavdic. Niuni helemaal weggezakt in de tweede helft. Gvozdenovic. Hoort nog international bij Servië. Dat is alweer een tijdje geleden. Vermand van Heerde. Nog van Heerde. Gaat makkelijk liggen. Iets te makkelijk. El Rio van Heerde. Ook niet vergeten, Club Brugge scoorde 49% van zijn laatste goals in het laatste half uur. Vaak nog op het eind van de match.
Zwalbe, 100% Zwalbe. Maar Meijer staat er dichtbij. Was van buiten het stadion te zien zelfs. Hier wel goed op de voeten bij Balaban. Blondel. Nee, op deze manier is het niet voor vanavond. Op deze manier doet Racing Genk een uitstekende zaak. Doet Anderlecht een uitstekende zaak. Doet AA Gent ook een prima zaak. Net als Standaard. En is Club Brugge de grote verliezer van het weekend. Van de laatste twee speeldagen zelfs met die 1-6. En dan hebben ze halfweg één punt minder dan vorig seizoen onderaan Keulemans Club Brugge. Dat is ook een interessant gegeven, maar het kan nog erger. Boy, Boy met de ruimte, Boy met het schot. 2 meter naast. Frederik Boy, de man van de goal. En bijna van de 2-0. Zou ook de thuisnederlaag zijn. We zagen even de dochter van Frankie van der Elst. Nog 2 minuten en nog wat extra tijd. De wanhoop in het aangezicht, op het aangezicht van Salou Ibrahim. En zijn geloof erin. En de vraag blijft, was die bal over de lijn, die bal van Priske? Ja, dan nee. Straks uitsluitsel tijdens de analyse. De club krijgt 3 minuten extra om de situatie nog om te keren. Grondin. Maartens. Stijnen. Vorige week was het Anderlecht dat won in de derby in Brussel. Met 0-1. Nu is het de kleine club die aan het langste eind zal gaan trekken, ja. Hoewel voorspellen met nog een minuut of 3 te spelen. Ja, Standaard kwam hier de 93 minuut nog langs. Hè. Alles kan nog. GT scoorde ook helemaal op het einde vorige week. We zien het wel meer. Alles kan nog, maar het moet wel snel gaan. Stijnen. Grondin. Nioni. Zit helemaal kapot van het Zimbabwe. Nee. Het lukt niet bij Club. Het ziet er naar uit dat ze met een slecht gevoel de winterstop ingaan. Ja, Cercle, toch met de psychologische druk van voorlaatste te staan. Een uitstekende prestatie vandaag. Of ze hier nu voor blijven of niet. Duidelijk laten zien, en dat zagen we al heel vroeg in de wedstrijd, dat ze geen ploeg zijn om daar te staan. Priske komt gooien. Van Eerde. Vermand. Salou. Te weinig om voor te fluiten. Vond Damère en hij had gelijk. Maartens. Je hoort de fluitjes. Dat zijn die van Cercle. Die willen dat het zo snel mogelijk afgelopen is. Dat ze hun stunt beet hebben van de bussen zo ver mogelijk weg. De Kelver, bal in de ploeg houden. Slovic, hij kan dat goed, wil dat graag, wil ook nog meer. Nioni, helemaal kapot, haalt het toch nog. Maar er zit nog te weinig in zijn lijf. De spieren helemaal verzuurd. En Slovic mag naar de kant. Ook Nioni kwam in aanwerking voor een wissel. Milosevic komt in de plaats van Slovic. De echte Brugse parel blijft trouw aan haar stad. Een verwijzing naar het feit dat Club
gaat verhuizen, een nieuw stadion zou gaan bouwen in Lopem. Cercle wil graag hier blijven, betaalt maar 1/6 van wat de club betaalt om van deze infrastructuur te mogen genieten. Gronda. Nog een minuutje. En zij met de handen in het haar. Kijk eens, de emoties lopen hoog op. Zij willen winnen. Is een van de hoogtepunten van het seizoen, van het jaar. Van de voorbije 10 jaar, 15 jaar, ga zo maar door. Kijk eens, de fotografen er ook al bij. Maar het is nog niet zover. De club heeft nog tijd voor één aanval. Samen naar de bal. Die van Cercle Boy. Bal in de ploeg houden, zelf wat forceren. Forceren liever. Maartens. Nog een halve minuut. Van Heerde. Spanning in Jan Breidel. Nog één vrije trap. Maar zelfs die van Brugge blijven staan met drieën achteraan. Dat heb ik nog niet vaak gezien. Dat je dat niet snapt, dat je dan mee moet. Van de Lanwart heeft het nu door. Ja. Een beetje laat. Tot ergernis van Frankie van der Elst daar beneden. Bal in het pak, weggekopt. Overtreding is afgelopen. Gedaan. Nee, overtreding. Voilà. Nog niet gedaan. Nee, nog niet gedaan. De overtreding van de scheidsrechter door iedereen geïnterpreteerd als het laatste fluitsignaal. Nee, er is nog een wissel gebeurd in die drie minuten. Dus in principe moet er nog een halve minuut bij komen. Kijk eens, is dat zijn talisman? Nee, een fluitje. Een fluitje, ja. Ik ga zelf affluiten. Nu dan het laatste fluitsignaal van Amer. Voilà. De stunt van het weekend. Helemaal op het eind, vlak voor de winterstop. Wint Cercle Brugge met 1-0 van Club Brugge. Het is 14 jaar geleden dat Cercle nog eens heeft gewonnen van Club. Het is een stunt die kan tellen. Eén goal, één van Frederik Boy. We zagen hem net in beeld. En dus hebben die van Cercle veel om te vieren. En hebben die van Club veel om over na te praten. En heeft Emilio Ferreira zorgen en veel huiswerk. En mag hij blij zijn dat zijn evaluatie al gemaakt was midden deze week. We gaan naar beneden voor een eerste reactie bij de aanvoerder van Club. Sven, dit was niet de manier waarop jullie de winterstop hoopten in te gaan. Nee, absoluut niet. Ik denk dat je in zo'n wedstrijd kansen moet uitspelen en zeker niks weggeven. Ik dacht dat voor kerstmis is nog een beetje te vroeg, maar ik denk zoals dat wij op 2 weken cadeaus weggeven, dat kan niet. Goed tegen Standaard, maar dan tegen Cercle die in 13 jaar niet konden winnen van Club. Ja. Mag niet gebeuren. Nee, mag niet gebeuren. Het is vandaag toch gebeurd. Het is een enorme ontgoocheling. Ik kan er niet veel anders op zeggen. Misschien goed dat het winterstop is, dat we een keer even alles op een rijken kunnen zetten. Jullie konden ook na die 1-0 op geen enkel moment nog een vuist maken. Oké, er was die bal op de lijn of er net over, de beelden geven geen uitsluitsel. Ja, maar dat zijn zo'n wedstrijden, een derby zeker. En weet je dat zo'n momenten ook beslissend zijn in een wedstrijd. Maar vorig jaar hadden jullie een beetje geluk. Vorig jaar hadden jullie het geluk in deze derby, de goal van Balleband toen. Ja, op zo'n moment moet je dan misschien ook net dat tikkeltje gelukken dat hij wel of niet over de lijn gaat. Maar je mag tegen Cercle mag je nooit verliezen. Jullie hebben 1 punt minder dan na de heenronde van vorig seizoen. Is het dan een beetje crisis bij Club? Nee, het is nu in de eerste plaats een pijnlijk verlies. En dan is het de winterstop. Dus ik denk dat we toch wel een aantal fouten gemaakt hebben. Wel de voorbije weken goed gespeeld, maar uiteindelijk weet je dat je in die laatste wedstrijd gewoon die 3 punten moet pakken, hoe dan ook. En dat hebben we vandaag verzuimd. Dankjewel, Sven. Deze voetbalafspraak vanaf januari enkel nog op 11, de voetbalzender van Belgacom TV. Ja, Cercle wint dus met 1-0 van Club Brugge. En u zit met één vraag daar thuis. Was die bal over de lijn? Ja of nee? Niet alles is perfect in beeld te brengen. We gaan eens kijken, Wim. Ja, mijn laatste opdracht, mijn zwaarste. Ja. Bart, mijn moeilijkste. Hier komt hij. We gaan het traag doen. Hier komt de kopbal. En dan zetten we hem hier stop. Even terug zelfs. Nu is hij nog altijd... Hier zien we...
die bal nog altijd. Zo is hij niet over de lijn. Zo is hij niet over de lijn. Helemaal niet. Ja. En dan wordt door Serebrennikov het zicht versperd, de 14. Dus dan ga ik verder. Ja, dan zien we het dus niet. Dan komt die bal naar boven. Is hij nog altijd niet binnen? Is hij ook natuurlijk door Van den Dries een klein beetje naar voren gebracht. Ja. Maar ook zo nog is hij niet heel over de lijn. Nee. En dan komt het andere camera-standpunt. Waar je de bal ziet botsen. Dat waar je de bal ziet botsen, ja. Even wat sneller. Ja, dan kom ik terug. Ja, de bal, waar de bal op de grond botst, ja. Daar moeten we het beeld proberen. Hier, zet stil. Hem stil. Ja, hier staat hij op de grond. Dan kan je nu dan zoomen? Ik kan zoomen, maar ik sta er niet rechtop natuurlijk. Nee. Ik sta er niet rechtop. Dus eigenlijk, ik denk dat hij niet binnen is. Ja. Alleen hier, als je hem stopt, als je hem hier stopt, ja. Niet. Als je even naar beneden komt, als je hem daar stopt. Ja. Daar moet je even zoomen, ja. Wim. Probeer daar te zoomen. Naar beneden. Je doet terug, het allemaal zelf. Terug, je manipuleert het helemaal. Daar, ja. Daar zoomen. En dan ga ik hier zoomen. Is hij er dan helemaal over? Want hij ligt niet net naast de paal natuurlijk. En je moet er echt wel helemaal over zijn. En je moet de loodrechter dus naar beneden trekken. Slotconclusie. Slotconclusie. Moeilijke job, scheidsrechter. Dat zeker. Onmogelijk te zien en het voordeel van de twijfel voor die lijnrechter. Okay, we moeten naar beneden. Ja. Naar de man van de match. Frederik Boy, hoeveel deugd doet dit, deze zegen? Enorm veel. Als Bruigeling, als jeugdspeler van Cerkel die nooit anders gespeeld heeft, een keer derby in de zaal scoren, dat is iets wat je als jong gast van droomd hebt. Je bent bij Cerkel sinds 88, als ik het goed heb. Weet je wanneer Cerkel voor het laatst won van club? Het is 13 jaar geleden. 13 jaar. Het was 3-1 zeker dan, dat weet ik nog, maar ik weet niet meer wanneer dat was. Kijk. Jullie zijn helden? Voor één dag wel, ja, maar daarmee is de heenronde nog niet volledig. Nee, jullie zijn wel weg van die voorlaatste plaats nu. Ja, tuurlijk, maar vandaag maakt de feiten veel goed, maar niet alles. Allee, er zaten matchen bij dat meer moest zijn. En, het maakt veel goed. Allee, we kunnen met een goed gevoel de winterstop in en een goed feestje bouwen. Vertel eens van de goal. Want je deed het heel listig, hè? Van de tweede naar de eerste paal. Stappen eigenlijk, niemand zag het. Gisteren op training moest ik zelf niet bij de stilstaande fase mee oefenen. En vandaag sta ik op blad. Hier kan je het zien. Ja, want ik kijk. Stapt daar heel rustig. Ja, de trainer had. Niemand kijkt. Ja, de trainer had gevraagd dat ik voor de keeper staan en dan door voor ging lopen. Blijkbaar dat hij binnen was. Dat is fantastisch, hè. Ja, ik had er een hooi hoofd tegen gezet en hopen dat hij binnen had. Hè. En, ja, dat is leuk, hè. Je bent man van de match. Dank u. Geniet ervan. Dank u. En prettige kerstdagen. Ja, dank u voor het zalen. Ja, prettige kerstdagen voor Frederik Boy. Ook opvallend dat er niemand aan de eerste paal stond van Club Brugge. Hè? Niemand aan de eerste, niemand aan de tweede, niemand keek naar Boy. Desorganisatie tot en met. Er was wel een wissel gebeurd met Blondel. Er was iemand uit. Van, wie was het, Anglebert dat daar nemen? Was niet overgenomen. Ja, toch was gebrek, een, gebrek aan communicatie. Absoluut. We gaan het hierbij laten, Wim. We gaan nog even klinken. We hebben er champagne bij gehaald, dames en heren, omdat het onze laatste wedstrijd op Sportza is. Ook even Nico beneden bedanken. Nico, dankjewel voor alle interviews. Graag gedaan. Je hebt de champagne, de champagne mogen uitdelen en nu er zelf ook even van drinken. Dat was het, dames en heren. Na nieuwjaar dan zijn wij er nog altijd. We blijven gewoon doen wat we anderhalf jaar gedaan hebben op Sportza. We verhuizen alleen met onze hele winkel naar Belgacom TV. Dankjewel voor de 49 wedstrijden die u bij ons heeft gezien. Dankjewel Wim voor je analyse en voor je commentaar. En graag tot de volgende keer. Dag, santé.